En met of ik het nog kan, bedoel ik niet op mijn mel gaan. Oké, mama heeft alweer een foutje gemaakt. Goedemorgen, Jessie Silver. Goedemorgen. Wat voor dag is het vandaag? Vaderdag. Wat? Mama is zaterdag! Ja, we hebben best wel een ernstige mededeling. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Nou, ik ga vandaag lekker weer mijn rolschaatsen uit het stof halen. Ze stonden heel mooi te pronken in de tas. Ik moest even zoeken waar ik ze had gelaten. Maar misschien, zoals jullie je nog kan herinneren, heb ik ergens vorig jaar mezelf cadeau gedaan. Deze te gekke rolschaatsen. En maar ja, toen werd het minder weer en bla bla bla. Nou, smoesjes, smoesjes, smoesjes. En nu is het weer tijd om ze aan te trekken. Ik ga lekker met mijn buurvrouw. En we gaan naar buiten. We gaan even kijken of we iets kunnen vinden. Waar we net, waar we een beetje kunnen gaan rolschaatsen. Want degene waar we les hebben, ja, dat is in Rijswijk. En dat is toch best wel helemaal aan de andere kant van waar wij zitten. Dus we gaan even kijken of we ergens buiten een plekje kunnen vinden waar we een beetje kunnen gaan rolschaatsen. Ik ben benieuwd of ik het nog kan. En met of ik het nog kan bedoel ik niet op mijn mel gaan. Ik vond ook nog mijn mooie beker in die tas. En dat is zo'n beker waar je dan ja, een soort van fruit in kan doen. En dat had ik nog niet leeggehaald. Dus dit ligt er al zeker een half jaar in. En dat ziet er inmiddels zo uit. Dit was een citroen. Zo, Sergio is heel druk bezig. Al vanaf gisteravond hebben we heel veel voorbereid. En vanochtend heel vroeg voor een grote catering voor vanavond. Ja. Met chef aan huis. Chef aan huis. Barbecue chef aan huis. Barbecue chef aan huis. En Sergio die heeft een leuk trucje. Ja, want daarnaast hebben we ook nog een paar borrelplankjes. En loop jij ook altijd zo te kutten met die eitjes bellen? Dat is een hele handige lifehack. Ik zie hem altijd voorbij komen, maar dan lukt hij nooit. Voor en achter doe je openmaken. Dus je zal nu zien dat het mij ook niet lukt. Nou, ik heb het net gezien en toen lukt het wel, maar je zei toen was het een warm ijsje. En deze is nu al koud. IJsje? Eitje. Onder en boven inderdaad eventjes kaal maken. Hoppa! Eventjes voor die hygiëne even. Gooien. Even afspoelen natuurlijk. Ja. Dan heb je lekker gepeld eitje binnen 2 seconden. Hoppakee. Hoppakee. Hallo. 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 Wat gaan wij doen? We gaan een taart maken. Ja. Wat en voor deze. Nou. En wil jij deze taart hebben? Ja. En waarom gaan we die maken? Omdat morgen is het Vaderdag. Ja. En het heet kwarktaart. Maar ik had Sergio opdracht gegeven om wat dingen te halen. En toen heeft hij in plaats van kwark, heeft hij Griekse yoghurt gehaald. Dus toen ben ik even gaan googlen. En dat kan ook. Dus het wordt gewoon een yoghurttaart. Een yoghurttaart. Ja, en die gaan we samen maken, toch? Ja. Oké. Okay. En ik kan het zelf. Kijk. Ik denk wel dat zet je dat maar even heel zet goed maar kan. Zet maar tegen die even
Waarom kunnen we alles maken? Ja, we gaan eerst even goed lezen wat we moeten doen. En dan gaan we het maken, toch? Ja. High five. Yes. We hebben het opgelost. Opgelost. Ik doe deze maar open maken voorzichtig. Ja. Ja, verder open maken. Oh. Dit. Ja, zo. En dan, dan leggen we hem hier overheen. Zo. Toppie. Yes. Doe hem maar dicht drukken. Trekken, 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 trekken. Oh, wacht even. Hij gaat hier niet goed. Oh, wacht even. Hij gaat niet helemaal goed. Even wachten. Doe maar trekken. Nee, trekken. Trekken. Naar je toe. Toppie, volgende fase. Zo, we hebben de boter in een bakje gedaan, hè? Ongeveer 60 gram. Ja, en die gaan we nou... Die mag je hierin doen, in het pannetje. Ja, oké. Oké, die gaan we hierin doen. Goed zo. Nou, dan gaat hij even smelten. Nou Jessie, dan moeten we 300 milliliter water hebben voor straks. Dus jij mag er water in doen tot dit streepje. Kijk goed. Tot dat streepje. Oké. Ja? Gebouw? Eens even kijken hoor. Hey, zo goed als perfect. Goed gedaan. Nou, die bewaren we nog even, want die gaan we er straks bij doen. Oké. Okay. Okay. Mag ik het doen? Jij mag roeren. Ja? Ja? En dan ga ik dit erbij doen. Ja? Goed zo. Ik moet goed roeren. Oké, okay, goed gedaan. En hoe smaakt dat? Lekker. Lekker? Ja? Oké. Okay. Nou gaan we dit in de springvorm doen. En dan gaan we hem mooi plat drukken. Oké? Okay? Goed zo. Doe maar helemaal zo dat er geen wit meer te zien is. Helemaal verdelen en dan plat drukken. Oké, nu mag je het water in de grote kom doen. Voorzichtig, hè? Voorzichtig. Maar je kan het ook gewoon... Goed zo. Dan doen we de taartenmix er helemaal in. En daarna doen we de helft van dit flesje erin. Oké. Ja? Zal ik even helpen? Nee. Dat kan je wel zeker. Het lijkt een beetje op een gieter. Ja, wat goed van jou. Zo, wat komt er een damp af, hè? Zorg maar dat hij helemaal leeg is. Goed zo. Ik ga voor de zekerheid alvast even dit toch in een maatbekertje doen. Dan weten we zeker dat we de goede verhouding hebben. Oh, kijk uit. Zo. Oké, okay, mama heeft alweer een foutje gemaakt. De taartenmix had er nog niet in gemoeten. Oh, die mama. Oké, okay. Nou, we doen het gewoon. We zien wel. We zien wel wat er gebeurt. Vind je niet, Jess? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. We gaan het gewoon heel voorzichtig doen. Zelfers. We moeten nog kwark erin doen. Oh, ja. En in dit geval yoghurt. Zo, ja. Nu mag die er voorzichtig in. Misschien moeten we het een beetje, klein beetje met de lepel doen, maar... Goed zo. Toppie. Gaan we even leegschrapen. Ja, ik vind het toch wel heel knap weer van mezelf dat ik gewoon alles aan het lezen ben. En dan alsnog het niet goed doen. Dat is wel knap, hè, van mama? Ja. Nou... Ik heb in ieder geval een garder gevonden. Dat vond ik alweer heel knap van mezelf. En dat ik dat heb weten te wisselen. Maar ja, dit was natuurlijk niet de bedoeling dat ik alles al door elkaar had gedaan. Dus nou, we gaan wel zien hoe dit werkt. Toppie gedaan, jongen. Nou, hopen dat het lukt. Hè? High five. Kan je? Maar wat moeten we nou doen? We moeten even wachten. We moeten dit eventjes kloppen. Zorgen dat het mooi mixt. Water! Nee, geen water. Het lijkt me op een paard. Hè, die gember? Ik vind het net een paard. Jij? Of een kameel?
Kijk, een kameel. Hij heeft twee bulten op zijn kop. Op zijn rug, bedoel ik. Nou, we hebben dit een beetje luchtig geklopt. Aangezien ik toch al bezig ben, niet op de manier zoals het zou moeten, dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon een beetje watermeloen aardbeisiroop erbij doen. Mag ik nog op? Heel klein beetje voor een smaak. Dus ik hoop dat ik dan niet alles verpest. Maar, want ik wilde eigenlijk aardbeiensmaak, maar hij heeft naturel gekocht. Dus, al proef is. Joh, we zien het gewoon. En? Lekker? Ja. Ja? Oké. Okay. Iets met je vinger er. Dadelijk mag je hem. Doe maar dit. Mag ik wel? Zo. Laatje. En dan laten we hem opstijven en hopelijk is die morgen goed. Hè? Ja. Toppie. Maar mag ik wel een garnaal? Ja, je mag een garnaal. Ik dacht dat je geen honger meer had. Hm? Eventjes niet. Huh? Je hoeft er eventjes niet. Nee. Mm. Oké. Okay. Goedemorgen, Jessie Silver. Goedemorgen. Wat voor dag is het vandaag? Vaderdag. Ja, hè? Wat gaan we nu doen? Ontbijtje maken. Ja, kijk of die gelukt is. En is die een beetje hard? Volgens mij wel, hè? Nee. Nee? Ja, hij moet ook niet super hard zijn, maar wel een beetje hard. Dan kunnen we hem versieren. Hoppakee. Ja, we moeten ook nog aardbeisjes erin opleggen. Aardbeien? We gaan eerst even kijken of we deze zo los kunnen maken. Oh jee, je gaat een beetje scheuren. Oh. Ga ik een beetje scheuren? Volgens mij had mama dat dingetje een beetje. Nee. Even wachten. Volgens mij had ik hem eerst even een beetje los moeten maken. Dan gaan we dat eerst doen. Zo. Nou, het is gelukt. We gaan er even wat fruit op doen. Oh, hè? Oh. Je mag de blauwe besjes. Nee, niet zo doen. Je mag de blauwe besjes erop leggen. We doen 4 blauwe besjes, want het is de 4e vaderdag. Oh. Hè? Vaderdag, en een beetje wat. Nou, dat is deel 1. Zullen we een smoothie maken? Zo, we gaan nu een. Wat gaan we nu doen, Jessie? Oh, deze was raar. Wat gaan we nu doen, Jessie Silver? Wat zijn we aan het maken? Smoothie. Een smoothie, hè? Wat zit er allemaal in? Dingen wat papa lekker vindt. Dat is een goed antwoord. Doe deze er maar in. Dat is gember. Met een bosvruchten. Oh ja, die vind ik ook altijd lekker. Ja, bosvruchten. Nou moeten we het ergens nog een beetje zoet mee maken. Jessie, kijk, we gaan dit proberen. Ik ga weer iets proberen waarvan ik geen idee heb of het verstandig is. Maar ik dacht, ik ga hier een eitje in loslaten. En dan hoop ik dat er staat I love you. Dan doe ik hem even op hoog vuur, zodat de onderkant snel stolt. Ik heb de binnenkant ook een beetje geolied, zodat ik hoop dat hij loslaat. En dan hoop ik dat we een eitje kunnen maken met I love you. Of het wordt gewoon een misvormd eitje. Misvormd it is, want het loopt er gewoon helemaal aan de onderkant uit. Misschien kan ik het nog een beetje redden door te snijden. Helaas. Leuk idee, slechte uitvoering. Ja. Kijk, en daarom hebben we nou een taartdeur, zodat die allebei de kanten op kan als het nodig is.
papa. Papa. Oh, papa. Papa. Kijk eens die kant op. Zo, nou. Lekker uitzicht. Kom, we gaan het samen uitblazen. En hoeveel blauwe besjes zitten er op de yoghurttaart? 1, 2, 3, 4. Waarom? Omdat het vierste vaderdag is. Gaan jullie samen uitblazen? Voordat het kaarsje... Goed, 1, 2, 3. Wow. Ruikt dat lekker, hè? Zo in de ochtend. Houtjes. Nou, het is dus een yoghurttaart. Kijk uit, het is dus een yoghurttaart. Ja. Met blauwbessen en aardbeien en een beetje watermeloen aardbei. Smaakje er doorheen. En een bosbessen en banaan smoothie met bubbeltjes. En gember. En gember. En ei en koffie. Lekker hoor. Espresso. Super ontbijt. En kijk eens, als je onder kijkt, zie je die cadeautje. Ja, het is wel een cadeautje. Weet je wat onder het bed ligt? Ja, het bed is goed. En... Nee, een heel groot cadeau. Hé, hey, en je hebt net wat verstopt. Die moet je ook even pakken. Maar nee, ik heb wat. Oh. Wat heb jij net verstopt? Oh, je zei toch dat je hem in de kast ging verstoppen voor papa? Deze. Ja, dat had ik ook gedaan. Ik weet ook niet wat het is. Ik zie het voor het eerst. Nee, ik zie het niet voor het eerst. Want hij had hem van de week al gegeven. Toen wilde ik hem niet openmaken. Toen werd hij boos. En opa en... Twice! Oh, surprise! Twice! Oh, sorry. Twice. Wat is dat voor moois? Wow! Met een lava dat hij zo... Wow! Mijn vader is een ster. Mijn vader is mijn ster en lief. Wow! Oh. Dat is lief, zeg. Lieve papa, jij kan altijd alles optillen. Ja, zeker. Ja, daarom is de beste papa, hè? Kan altijd alles optillen. Dankjewel, schatje. Knuffel. Nee. En als je onderkijkt, zie je die cadeautje. Ja, ben ik wel benieuwd naar wat eronder kan. Nou, misschien moeten we dat maar even pakken dan. Zullen we dit eerst even dan opzij zetten, hè? Want anders gaat het bed... Gaan we pakken dan? Ja. Okay. Oh, en bijna optillen. Samen dan. Ja, ja. Alleen lukt mij dat ook niet, hoor. Samen wel. 1, 2, 3. Ja, vinger hieronder. Onder de mijne. Goed, 1, 2, 3. Hoppakee. Jij haar en dan doe ik het cadeau pakken met papier. Ja. Ah. En het tasje. Papier. Ja. En het tasje. Ja. Wacht hè. Nee, je moet papa openmaken. Eigenlijk is het voor de gym. Eigenlijk is het voor de gym. Gymtas. Het is voor de gym. Wat staat er op de tas? Ik ga even kijken. Life's too short for ordinary stuff. Als je het openmaakt, dan... Life's too short for ordinary stuff.
Wat is dit ook alweer? Het is een pocket metaaltje. Ja. Waarin je dus heel veel dingen kan doen. Dus even voor de. Om even dingen te meten, om even dingen door te snijden, om even moertjes open te trekken. Om even. Dus eigenlijk heel veel dingen in één. Die je in je portemonnee kan doen. Ja. Papa. Omdat je zo goed bezig bent met klussen. En nou moet je dat hoofdje eens zien. Een hartje met Nou, dat ben jij. Helemaal jij. Openmaken. La la la. Dit is wel cool. Voor de allerliefste papa. Ja, ja! Ja! En dan loop ik dat ook, ja! Nee. Ja! Ja! Oh, nou, die had ik echt fijn gekocht van de week. Niet deze, maar... Nice. Die is mooi. Ja. En wat hebben we nog meer eigenlijk? Nou, is het niet genoeg. We hebben al zo verwend. Maar waar is dat? Wat hebben we nog? Wat hebben we nog? Een mooi brood. Trommel. Trommeldoos. Ik dacht, ja, de kleur is helemaal voor ons. Dus dan staat hij ook mooi. Maar waar is. Maar... Super gaaf. We gaan het samen eruit halen. 1, 2, 3. Oké. Mooi, hè? Ik hoopte ook dat hij heel groot zou zijn. Wat? Wat? Je hoopt dat er ook in. Ja, dat kan, weet je wat er ook in kan? Brood. Ook koffie? Koffie kan ook. Maar ook ei. Ook brood. Ook ei. En broodjes. En ook suikerpasta. En stokbrood. En vingers. En croissantjes. Nou, zullen we papa zijn koffie teruggeven voordat het koud wordt? He? Ja. Oké. Okay. Voorzichtig. Hij is wel een beetje warm. Oh, kijk uit. Proost. Proost, Koos. Wij zitten inmiddels in de auto, onderweg met wat druppeltjes naar Kijkduin. Want Anja en Rolf die zijn heel vroeg in de auto gestapt om deze kant op te komen. En die hadden gehoopt op wat zon. Die wilden de drukte voor zijn. Ja, maar ik gok dat het heel rustig is. Ik denk inderdaad niet dat het super, super druk gaat zijn. Nee. Maar het is wel, de temperatuur is gewoon nog steeds 4, 25 graden. Ja, nee, het is lekker. Dus wij gaan gezellig naar hun toe. Jesse Silver die voelde ineens wel heel erg warm aan. Hij had ook weer pijn in zijn oor. En mijn knobbel heeft een touwtje. Ja, dat ook. En uitgebrekt ongeluk. Oh jee, uitgetrokken. Ja. Maar toen dacht ik, nou laat ik hem voor de zekerheid maar even temperaturen. En toen schrok ik een beetje, want toen had hij ineens 39,5. Die zag ik even niet aankomen. Dus, maar ja, hij laat me niet in zijn oren kijken. Dus we hebben hem in ieder geval sinaaspril gegeven. Zeg ik dat goed? Sinaaspril. Ja. Waarom zijn we eigenlijk met de auto? We wonen 9 minuten van het strand. Ja, omdat het druppelt, het regent. Het is niet lekker. En hopelijk zakt dat een beetje. En ik denk dat ik zwemdopjes ga maken voor hem. Want... ja, eigenlijk dat hij last van zijn oren had, was nadat hij in de jacuzzi was geweest. En toen was het even over. En nu is hij gisteren bij een buurmeisje in een zwembadje geweest. En nu had hij vandaag ook weer oorpijn. Dus ja, ik ben bang dat hij de gevoelige oortjes van de familiepolitie heeft overgenomen. Alles gevoelig. Zo gevoelig. Er zit er eentje helemaal los te gaan achter ons in de auto. Ja, lekker aan mee te zingen en mee te dansen. Kijk, zo wordt het. Nou. Maar ik zei al tegen moeder, ik zeg misschien aan het strand, geen super strand weer, ik zeg maar de jacuzzi staat aan. Ja, met andere zand erin, heerlijk. Dat toppie. Dan weer wel inderdaad. Ja, het is echt een strandgevoel. Ja, strand jacuzzi. Ja, een strakuzzi. Kunnen
lekker met z'n allen in, onder de douche daarna. Ja! Het is gelukt hoor! Epi en Epi liggen! Ja, waar? Heel makkelijk. Ik heb vandaag een dagje meegelopen met de kanoërs. Dat was superleuk. En toen hoorden we al iets over een flinke bui die zou gaan komen. Echt storm, code oranje. En ik ben gelukkig net op tijd thuis. Goedemorgen. We hebben net al gezongen. Jessie heeft een eigen gemaakt liedje. Jessie. Jessie, zing nog eens voor mama. Ja, koosie, wauw. Dat is alweer een nieuwe variatie. Van Tante Jagori. Of net. Dat kan papa toch mooi inpakken, hè? Ik vind het gewoon heel mooi dat je hem niet kapot wil maken. Eigenlijk wel. Wat staat hier? Ik weet het niet. Toch niet. Jij vindt het leuk gemaakt voor mij. Ja? Jij vindt het leuk gemaakt voor mij. Nog een cadeautje? Nee, ja, ik vroeg het gisteren aan jou, toen wilde je niet. Wil je niks tekenen voor mij vandaag gisteren? Wat zeg je? Ik zei, wil je een tekening maken voor mama, die is morgen jarig? En toen zei je nee. Oké, dan ga ik nog een tekening maken. Oké. Okay. Yes. Dan ga ik nog een tekening voor mama maken. Dat hij jarig is. En daar kan mama opschrijven dat hij jarig is. Zo, dat is een bijzonder flesje. Dat hadden wij gedacht. Dat is een mooi flesje. Okay. Als je het openmaakt, ruikt het echt heel lekker. Heb jij hem al geroken dan? Nee. Ja? Ruikt het nog niet? Echt heel lekker. Nee, daar ruikt het niet op. Ik ben mama zo'n beetje verkouden. Huh? Mama is ook een beetje verkouden en een keelontsteking. Dan ruikt het niet. Een beetje zieke boegje. Nou, poepie. Piepie, wel lekker. Heel zoet. Een beetje... beetje inspiratieloos dit jaar. Nou, ik had dit keer ook echt geen idee wat je voor me had gekregen. Fly! Nee. Normaal raad ik het wel. Dat ik wel een idee heb. Ja. Zo, wij zitten in de auto, want we gaan lekker uit eten. Uit eten! Waarom, Jesse Zilver, waarom? Omdat... Mama is zadig! Hoera! Ja, en we gaan naar Hudson's. Ja. Hudson's. Dat is lekker dichtbij. En het is helemaal... Het is helemaal vernieuwd. Het was voorheen Barn of zoiets. Ja, Barn 47, 57 of zo. Ja. En wij zijn heel... En wij zijn paard. Ja, ik zie ook allemaal paardjes. Dat is wel gaaf. Ze hebben dus een mooi manegeterrein. En we gaan daar eten.
alle piep. Oh, het ruikt hier al lekker. Daar hou ik van, hè? Lekkere luchtjes. Dankjewel, liefje. Is lekker? En dat was een lekker broodje vooraf. En ik heb een Hugo 0.0. Lekker, ook. En jij hebt een Bavaria 0.0. Lekker. En het is een zilver. Gaan we proosten? Gaan we proosten? Proosten, maar dat is verder. Proost. Cheers. Veel verder. En nog twee nog meer. Proost. Heel veel verjaardagen. Lekker. Hey, daar ben je weer. Dat is leuk. Papa heeft het water. Lekker. Zeker. Nemo. Ook smakelijk, Jessie. Ik maak poep. Smakelijk. Niet met je vingers, zus. Yes. Ik zou niet moe zijn. Het ijs heeft echt het genadeklap uitgedoen. Wat zei die nou? Oh, als ik thuis ben, ga ik echt lekker slapen. Ja. Hij zei, als ik thuis kom, dan ga ik denk ik meteen naar bed. Best moe. En toen snurkte hij al met zijn ogen nog open. Ja, dat dus hij was al in. En nu is het. Oh, breng hem maar naar zijn bedje dan. Ja. Ja, hij lijkt een beetje op Sid van Ice Age. Ik lach mijn zoon alleen toe. Hey Jesse Silver, wat ben je aan het doen? Dit hoop. Ik maak hoopjes, die mag jij wegdoen. Jesse Silver, wat ben je aan het doen? Ben je papa aan het helpen? Ben je papa aan het helpen? En wat komt daar dan, Jesse? Ja, maar wat komt er in dat gat wat je aan het graven bent, Jesse? Huh? Wat komt er in het gat dat jullie gegraven hebben? Daar komt beton in. Komt er beton in? Toch? Ja. Supergoed. Ja. Het gat is heel groot. Een mooi terrasje gaan we maken en daar komen dan weer mooie andere tegeltjes op, hè? Goed zo. Hoppakee. Goedemiddag. Het is vandaag 27 juni. En ja, we hebben best wel een ernstige mededeling. En dat is namelijk dat Sergio zijn moeder ernstig ziek opgenomen is in het ziekenhuis. Ze had al een paar dagen 40 graden koorts. Echt al 4-5 dagen, hè? En we dachten in eerste instantie van, ja, weet je wel, griepje. Jesse die liep ook met oorontsteking. Ik liep met een keelontsteking. Dus we dachten, nou, we zijn lekker een zootje met z'n allen weer. Maar het hield bij haar aan. En ja, we hadden al gezegd van, ja, volgens mij moet je gewoon even contact opnemen met de huisarts. Want dit is niet goed. En dat was geloof ik op een zaterdag dat we dat op een gegeven moment zeiden. En toen dacht ze van, ja...
ik kijk nog maar even aan. Als het maandag is dan, en het blijft, dan bel ik de arts. Maar ze voelde zich steeds zieker en zieker. Echt, zo ziek had ze zich nog niet eerder gevoeld. Hè? En ze had ook heel erg pijn in haar been erbij gekregen. Tot het moment dat ze niet meer kon lopen, begreep ik. Waardoor haar partner had gezegd, nou, en je gaat nou de huisarts bellen. En uiteindelijk is ze met de ambulance opgehaald en doorgestuurd naar het ziekenhuis. En er zijn al heel veel onderzoeken geweest. En het, we zijn nu zover dat we weten dat ze een streptokokkenbacterie in haar bloed heeft. Waardoor ze dus een bloedvergiftiging heeft. Wat heel ernstig is. En dus ook haar organen kan aantasten. En haar hart. Er is ook een stofje gevonden die haar spieren opvreet. Als ik het goed zeg. Afbreekt. Afbraak. Dus dat is allemaal echt niet goed. Het is echt heel ernstig. En ze zit vol aan de antibiotica. Ze zijn heel veel testen aan het doen. Ze is inmiddels verplaatst naar intensive care. Omdat ze dan alles bij de hand hebben en ze gelijk kunnen ingrijpen. En ook haar beter onder controle hebben. Er is een hartfilmpje gemaakt. Het is niet op de hartklep geslagen. Vooralsnog niet in ieder geval. Ze heeft wel een hele slechte nacht gehad. Waarin we eigenlijk hoopten dat ze misschien doordat ze al antibiotica kreeg juist wel een goede nacht zou hebben gehad. Of zich nu al beter zou voelen. Maar ze heeft juist een hele slechte nacht gehad. Een hartslag naar de 200. Hartritmestoornis. Fibrillatie. Ja. Dus fibrillatie. En dat was heel eng voor haar. Ze kreeg moeilijk onder controle. Maar uiteindelijk is het wel gelukt. Beter gegaan. De zuurstof is gezakt naar 90%. Ze heeft ook zuurstof gekregen. Ze heeft een katheter inmiddels. Haar urine is getest. Dat gewoon die morfine niet hielp tegen de pijn in de benen. Ja, de morfine hielp niet tegen de pijn in de benen. Dat kwam er gewoon doorheen. Ze heeft ook vlekjes op haar been en op haar arm. Die ze hebben afgetekend om in de gaten te kunnen houden of het groter of kleiner wordt. Wordt het groter, dan moeten ze gelijk kunnen ingrijpen en er gelijk naar het eigenlijk naar de OK brengen. Hè? Om het open te maken en te kijken wat ze aantreffen. Met andere woorden, het is dus echt stront aan de knikker. En wij zijn dus, ze was wel ietsje beter om gisteren even met ons te kunnen facetimen. Maar ze kan heel moeilijk praten. Het is net alsof ze een kaakoperatie heeft gehad, als ze bijna niet... Het is net alsof ze dronken is. Het is net alsof ze dronken is. Het is maar ik heb wel het idee dat ze vrij helder is. Want ze weet wel goed te vertellen wat er allemaal... Ja, zeker. Ze is wel helder. Maar het is, ze is gewoon heel vermoeid. Het is morfine. Wij zijn eerder naar huis gegaan van werk. Om naar het ziekenhuis te kunnen gaan en even bij haar te kunnen zitten. En even te kijken of er meer uitslagen zijn. Ik zou sowieso al deze week verder vrij zijn. En jij mag gelukkig ook eerder weg hè, van de opleiding. Dus ja, het is even niet een... Dit hadden we even niet zien aankomen. Nee, we hadden net juist eergisteren het huisje betaald voor de vakantie. Ja. Juist, goed. We zitten net te vertellen dat het zo goed ging tegen elkaar. Ja, het was echt van, we hebben het gejinxed, weet je wel. We zeiden van, eindelijk gaat het ons een beetje, hebben we alles op de rit, gaat voor de wind, weet je wel. Werk gaat goed, even geen gezeik, gewoon allemaal leuk. En dan komt dit, zeg. En ze weet ook niet waar ze het van heeft, waar het vandaan komt. En er is een hele hoop speculeren. Wij hebben het ook al over gehad dat Jessie natuurlijk een flinke oorontsteking heeft bij de kanten. Zou hij het aan haar hebben gegeven? En dat het gewoon ergens in een wondje is gaan zitten of ik voel hoe dat werkt.
Maar ja, het is op dit moment gewoon gissen en het is afwachten. Maar het is in ieder geval heel ernstig. Dus we komen zo snel mogelijk bij jullie dan terug. Nou, we zijn weer op de terugweg. Het is inmiddels 6 uur. En nou, het was even emotioneel. Want het is natuurlijk niet niks. En alle emoties van iedereen zitten erg hoog. Maar ook helemaal omdat we pas... Het is het vandaag dinsdag, zondag. We pas na 3 dagen of zo eindelijk die kant op kunnen. Dan elkaar pas zien. Ja. Ja, ook omdat zij natuurlijk nog helemaal geen behoefte had. Omdat, ik bedoel, ze lag er gewoon helemaal vanaf, zeg maar. Het was echt... Maar we vonden haar gelukkig vandaag wel een heel stuk beter. In ieder geval, klinken, zeg maar. Dus qua spraak ging het een stuk beter, vond ik. Maar ja, een hele droge mond de hele tijd. Ja, dus vooral van die morfine. Ja, waarschijnlijk van de medicijnen. De benen zijn afgetekend. Die zitten echt bom en bom vol met vocht. Die staan echt op springen. De voeten zijn hartstikke dik. En de linkerarm ook. Dus dat doet zeer. De aderen zijn ontstoken. Ja, aderen, bloedvaten. Ja, er zit bloedvergiftiging. En die bacterie die zit dus in die aderen allemaal te beschadigen en te ontsteken. En dat doet gewoon heel veel zeer. En dat zorgt ook voor oedeem, been en arm. Ja. Ja, dus dat is wel heftig. Ze heeft, maar goed nieuws is dat hetgeen wat afgetekend is, dat scheen dus echt hartstikke rood te zijn geweest. En dat was nu al een heel stuk lichter. De koorts is voor nu in ieder geval gezakt. Ze had 36,6. Terwijl ze eigenlijk al die tijd 40 graden plus had. Dat kan wel wisselen volgens de verpleegkundige. En ze krijgen natuurlijk ook paracetamol. Wat het wat kan onderdrukken en zo. Maar goed. Het is geen vleesetende bacterie. Dus dat is ook goed. Maar het is nog steeds de streptococcus bacterie. En ja, dat is nog steeds wel heel erg gevaarlijk. En ja, het kan allemaal andere organen gaan aantasten natuurlijk. Dus... Ze wordt nog steeds goed in de gaten gehouden. Er staat nog van alles op kweek. Hebben we nog geen uitslag over. Maar... Zeg, mam, nou kappen met aanstellen. Want we moeten binnenkort op vakantie met z'n allen. Ja. Flik je nou. Ja. Ja, dus we zijn allemaal behoorlijk geschokken. En we hopen gewoon heel erg dat dit alleen maar een weg naar boven is. En dat het, en niet letterlijk naar boven. Een weg vooruit. We zeggen vooruit, niet naar boven alsjeblieft. Maar ze heeft wel het echt... Het feit dat ze zelf ook al zei dat ze echt wel 2 keer gedacht heeft van ik ga naar... Nou, ik ga naar het licht. Voor haar lieve heer. Ja. Ik ga naar het licht, ja. Ja. Nou ja, en wat... Maar dat jij, wat jij dus ook hebt meegemaakt en zo, en dat mama dus zo ziek was. Ja. Dat je dus op een gegeven moment voelt of denkt, laat mij maar gaan. Ja. Zo pijn, zo ziek, zo moe, zo uitgeput van het bestrijden van wat er in je lichaam zit. Dat ze daar ook echt gewoon zoiets had van, trek het niet meer. Ik voel me zo beroerd. Ja, ja, weet je, je wil dat gewoon niet voelen. Dus je hebt dan in ieder geval op zijn minst van, geef me alsjeblieft iets dat ik gewoon even ga slapen of zo. Maar ik wil niet bewust zijn. Dat is, nee. Ja... Maar ze gaf het op dit moment een 4 op het lijstje van pijn. Ja, en dan is 10 het ergst. Dus 10 is het allerergst. Dan zitten we aan de goede kant van de graadmeter. Ja, ja. Dus dat, hopelijk gaat het alleen maar richting groen. Neem maar even wat eten bij mijn pa, ja. Voordat we de spits inrijden. Ja, precies. Nou, Jesse Silver is in goede handen gelukkig bij mijn moeder. En Rolf die is bij Anja gebleven. Die gaat ook nog even eten met Elena. Dus even ontladen.
Nou, het is de volgende dag. We zaten vol spanning te wachten hoe Anja de nacht door was gekomen. En het duurde mij wel wat lang. Het duurde een beetje lang, hè? En natuurlijk... ja. Het was inmiddels al 10 uur en we hadden nog helemaal niks gehoord. Echt. Ja, het was al, ja, het was... ja. En ik zag maar dat ze echt om 10 uur 's avonds voor het laatst online was geweest. En inmiddels om 10 uur was ze nog niet online geweest. Ja, je maakt je toch gewoon zorgen. Ja, ze hield ons lekker in spanning. Ja, ook omdat ze die nacht daarvoor dus een boezemfibrillatie had gehad en een hartslag van 200. En dat ze even dacht dat ze ging hemelen. Dus ja, we zaten echt vol in spanning. Maar op een gegeven moment kregen we weer een lekker morfine spraakberichtje. Op het moment dat ik de IC aan het bellen was. Ja, want jij dacht, dit duurt me te lang, ik ga bellen. Ik ga bellen. Ja, nou ja. Zeg het maar. Nou ja, de bacteriewoekering is in principe gestopt. De antibiotica slaat aan. De koorts is gezakt. Ze heeft geen vleesetende bacterie. Heel belangrijk. Ja. Maar het is dus de streptococcus A-bacterie. Oh, dat hadden we nog niet... Nee, dat hebben we nog niet gezegd. Ja. Ja, wel dat streptococcus is, maar niet streptococcus A. Ik weet niet of dat heel veel toevoegt, maar... En waarschijnlijk zit de bacterie nog wel in haar lichaam. Ja, dus het is nog steeds gevaarlijk. Maar de arts heeft wel gezegd, van aangezien we je al veel antibiotica geven... kan het niet nog meer schade aanrichten op dit moment. Ja. Dus ja, dat vind ik al zo'n geruststelling. En, sorry, ik ben echt... Ja, we zijn een beetje kapot. Ook van de spanning en slecht slapen natuurlijk. Ja. Ik heb vannacht slecht geslapen. Ja. Nou ja, goed. Ze hebben nog wat zuidstrijkjes gedaan. En ja, ik weet nou niet of hetgene wat op kweek stond, of ze daar nou uitslag van heeft en zo. Maar het gaf me al veel hoop dat ze het er eigenlijk over hadden van... we gaan je plasmedicijnen geven om proberen jouw vocht af te laten dragen. Ja, ja. Omdat ze nog steeds olifantenbenen en armen heeft. En dat moet natuurlijk weg. Die aderen zijn allemaal ontstoken en zo. Maar als dat weg is en ze krijgen haar hartslag of haar bloeddruk op een normaal peil... want die is dus veel te laag... dan zou ze van het IC af mogen. Dus het feit dat ze het gewoon überhaupt al in de toekomst daarover hebben... dat geeft mij goede hoop. Dat is echt last van ons schouder... Het is nog steeds kritiek en het is nog steeds spannend, maar dat geeft toch een beetje hoop. Dus ja, dat wilden we jullie nog even meegeven voordat we deze vlog gaan afsluiten. Dus het heeft even wat langer geduurd voordat de video online kwam. Maar bedankt voor jullie geduld en alvast bedankt voor jullie reacties. En we zien jullie graag bij de volgende video. We houden jullie op de hoogte. Dat sowieso. Ciao. Tot de volgende keer. Ciao. Ciao.